De Groninger Hockeyclub GHBS organiseerde vandaag de voorronde van de Nationale Schoolhockeycompetitie 2013. Op het sportcomplex aan de Laan Corpus den Hoorn streden 13 scholen uit Noord-Nederland voor een plaats tijdens de finale dag, binnenkort in Amsterdam. Uit de stad doen het Predinis Gymnasium en het Augustinus College mee. Voor het damesteam van het Augustinus College loopt de dag niet zoals gehoopt. We hebben verloren met 4-0. Ja, het kon eigenlijk wel beter. Waar ligt het aan, denk je? We hadden onze man niet goed hier achterin. En daardoor konden ze helemaal gemakkelijk overspelen. En daardoor scoorden ze de hele tijd. Ja, we hebben wel verloren, maar ik bedoel, we spelen pas net met z'n allen samen. We zijn natuurlijk bij elkaar gegaan op team, dus ja. Heel veel kun je ook niet verwachten dan natuurlijk. De organisatie van de dag is mede in handen van Mechtold Sauer van hockeyclub GHBS. Bij een groot toernooi zoals vandaag komt qua organisatie heel wat kijken. De deelnemende scholieren zijn fanatiek en enthousiast. Ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Ze kijken er ook altijd naar uit en ook echt wel fanatiek gespeeld. En ja, zoals je wel kunt zien zijn ze ook echt allemaal wel hockeyers. Dus het is wel... Het is geen amateurpotje bij de meesten. Er zijn vandaag op de 3 hockeyvelden tientallen wedstrijden. Elke wedstrijd wordt tot in de puntjes voorbereid. Voor zowel meisjes als jongens is het hard werken om door te dringen tot de finales. Hoe gaat het toernooi tot nu toe voor jullie? Goed. We hebben net 7-0 gewonnen de vorige wedstrijd en het gaat nu ook heel goed. En wat zijn de verwachtingen van het toernooi? Dat we hopelijk doorgaan naar Amsterdam. De teams die vandaag als eerste eindigden, mogen naar de landelijke finale. Deze is op 7 juni in het Amsterdamse Bos.